Wat waren jouw meest favoriete momenten van het jaar? Heb jij ook keihard gelachen van Guardians of the Galaxy of van Martin die live op zijn plaat ging tijdens D3? Wij blikken terug op het jaar en bespreken onze meest favoriete momenten. Mijn favoriete momenten waren als ik weer een toernooitje had gewonnen. Ja. Had ze. En dat waren er nogal wat. Ja. Ik heb 3 game toernooien gewonnen. En misschien nog wel een 4e. Maar die beker heb ik nog niet. We deden de ROG Showdown dit jaar. En dat mocht ik met een team van pure redacteuren en andere mensen mocht ik het opnemen tegen allemaal influencers en dat soort tuig. En het ging bijzonder goed. Echt, ik heb mijn roeping heb ik gemist, denk ik, als e-sporter. Maar het ging echt behoorlijk goed. En ik hou van winnen. Ik ben misschien wel de meest competitieve persoon op de redactie. Ja, denk ik ook. 2021 en 2020 is een soort van 1 jaar geworden bij mij. Dus ik weet niet meer welk jaar was. Maar uiteindelijk denk ik toch dat ik met Metroid Dread wel echt de meeste plezier heb gehad. Het was voor mij zo tof om mijn vriendin eens een keer te kunnen introduceren aan hoe games waren toen ik begon met gamen. Vrij simpel, 2D en niet heel recht door zee in het geval van Metroid trouwens. Maar het was echt heel erg leuk om dat een soort van in een nieuwe interpretatie mijn jeugd te kunnen tonen aan haar. En dat sloeg ook echt heel erg aan. Dus we hebben echt heerlijk door die eigenlijk niet heel Metroidvania-achtige stelsels heen gekropen. Met Samus Aran was super tof. Wat is zij badass, man? Jesus Christ. Ja, zij is wel echt badass. Ik heb dit jaar Kina uitgespeeld. Yeah. Helemaal samen met mijn zoontje. Dus we hebben heel rustig aangedaan. Heeft er iets van 2 of 3 maanden over gedaan. En hij deed zeg maar de exploring. Ik moest alle cutscenes vertalen. En hij is 5. En ik deed zeg maar de battles als het te moeilijk werd voor hem. En sowieso de bosses. En het moment dat we die game samen uitspeelden. En die eindbaas pakten. En dat verhaal dan. Want er zit zoveel hart en ziel in Kina. Oh, absoluut. Het is ik heb zelden een game zo perfect omschreven zien worden. En ik heb het zelf ook gedaan, maar ik had het ook al andere mensen zien roepen. Het is een PS2 game met PS5 graphics. En het is een PS2 game is op de meest complimenteuze manier gezegd. Dus het heeft alle charme, alle aantrekkingskracht van wat PS2 games uit die tijd die platformers heel dope maakte. Maar het ziet eruit als een PS5 game. En het moment om samen met die kleine die game uit te spelen, dat de credits aan rollen en hij was echt, wij waren allebei echt aan het joelen en hij zat op de bank te springen. Toen we tijdens die boss fight, hij was echt de ultieme fucking hype man. Yeah. En het was insane man. Dus dat was mijn 2 mooiste momenten. Als ik denk aan de leukste momenten, dan heb ik eigenlijk 2. Dus ik zal het kort houden voor allebei. De ene is, en dat zijn lichte spoilers voor Guardians of the Galaxy. Het gaat namelijk om een minigame. Aan het begin van de game vind je namelijk een ruimtelama, genaamd Cammy. En wat hij doet is 1, kabels vreten. En 2, viben op de 70s, 80s muziek in de Milano, je ruimteschip. En hij staat er letterlijk, hij staat gewoon te viben. Meer doet hij niet. Dat is al grappig genoeg, maar op een gegeven moment is er een moment dat de Guardians ingesloten zitten in hun kamers. Rondom heb je al die kamers achterin. En dan is Cammy de enige die hun nog kan redden door bepaalde kabels te vreten. En wat je dat doet is op knoppen drukken en zingen. De Guardians laten zingen en de een haat hij. Dus daar wordt hij van afgestoten en de andere wordt hij door aangetrokken. En op die manier moet je hem een soort van bovenaf door het ruimteschip leiden. Het laat zo erg zien hoeveel liefde ze in deze game hebben gestopt. En dat ze die voice actors gewoon laten zingen. En het had er gewoon niet in gehoeven, maar het zit er wel in. En ik heb me echt kapot gelachen erom. Dus dat is een van mijn leukste momenten. Mijn andere leukste moment is, heb ik vastgelegd. Dat was tijdens Resident Evil Village. Ik heb die helemaal doorgespeeld samen met mijn broertje. En dat is de 2e Resident Evil game die ik ooit heb gespeeld, omdat ik echt een hekel heb aan horror games. En ik ben heel slecht in de weg vinden. En die 2 dingen gecombineerd maken dat ik achterna gezeten worden doodeng vind in een game. Het is echt vreselijk. En je begint natuurlijk in Kasteel Dimitrescu met Lady Dimitrescu die achter je aan zit. En daar is een moment dat we vastzitten gewoon tussen de lift en een hal waar zij rondloopt. En ik heb echt doodsangst uitgestaan terwijl ik de slappe lach kreeg en gewoon niet meer kon navigeren. Want we moesten. Ik liep de hal in en daar liep zij en dan weer terug naar de lift. Snel op de knop drukken. En wat is het plan? Even wachten en dan weer naar beneden gaan. Dat hebben we 3 keer gedaan. Nou, echt.
Een van de, ook tegelijkertijd een van de meest intense game ervaringen van dit jaar. Dus dat zijn nu van mij. Ron, wat was jouw leukste moment? Het moment in Inscription. Die game is... Ik kan niet beginnen met uitleggen wat die game doet. Die game is fantastisch, maar je moet er niks over opzoeken en je moet hem gewoon gaan spelen. En ieder woord dat je erover opzoekt, is er één te veel. Gewoon Inscription kopen en gaan spelen. Vandaag nog. En daarna terugkomen. Het is een beetje in de hoek van Doki Doki Literature Club, hè? Dat is een beetje zo'n soort verrassing. Iets een beetje in die richting. Ja, maar veel verrassender. Dit kan je nooit redden. Je speelt die game de eerste 3 uur en dan denk je, wow, dit is echt leuk. Dit is echt goed. En daarna ben je... Dude, het had net zo goed... Ik kan het niet eens beginnen met uitleggen. Als ik het uitleg, zou je me niet geloven. Mijn favoriete game moment van afgelopen jaar. Ik heb heel wat victories gehad in Apex Legends natuurlijk. De ene nog mooier dan de ander. Ik heb zelfs onlangs nog een Victory Royale gehaald met 40 gillende kinderen bij me in de lobby. Dat was ook lachen. Maar het mooiste game moment voor mij het afgelopen jaar was denk ik toch wel... Het potje pingpong wat we hebben gespeeld tijdens de persco van 2K, denk ik. Tijdens E3 afgelopen jaar. Dat was echt een spannend potje pingpong. Heel mooi. Tijdens die persconferentie zetten we de tafel neer. De bedjes werden gepakt en we gingen meteen los. We hebben niet ingespeeld, maar brababam, we gingen meteen los. Volgens mij speelde ik tegen Cody en was het tot het einde spannend. Heerlijk potje pingpong. Oh, wat ik ook echt heel erg leuk heb gevonden is dat ik als enige eigenlijk in LA was en in Keulen als vliegende reporter. En daar heb ik toch wel een aantal scoops weten te regelen. En dat is, als je journalist bent, is toch wel een beetje waar je voor leeft. Hè? Gewoon voor die, voor die momenten waar niemand anders ter wereld bij is. En daar ben je er toch bij zelf. En dan weet je toch die scoops te scoren. Ja, dat geeft toch wel een vervult je van trots. Ik denk dat wij misschien wel hetzelfde kunnen hebben. Misschien wel, want, ja. Want een van de leukste dingen die ik dit jaar heb gedaan op Unlimited gebied is back into the fold gaan. En een item opgenomen in het zeg maar het wilde leven. Samen met jou en in een van mijn favoriete steden van Nederland ook nog. Ook een gezin. De Space Invaders. Ja, man. Ja, die heb ik ook. Dat was echt tof. Die heb ik ook in mijn lijst staan. Dat dacht ik al. Ja. Dat was echt wel weer lachen, man. Het was best wel lang geleden dat we gewoon echt ouderwets reporter hebben uitgehangen. Of tenminste voor mij, voor jou waarschijnlijk ook. Ja, jij doet nog wel vaak van die hardware items waar je ook nog een beetje... Ja, maar dan sta ik vaak in mijn eentje in de studio. En dat is ook zeker leuk. Maar dit was inderdaad gewoon weer eventjes zoals vanouds met z'n tweetjes op locatie. Alsof corona er eventjes niet was, deden we gewoon weer ons ding. En dat proefde goed, man. Ja, dat was echt tof, was het ding. Ja. Het waren ook echt gewoon de grootste lol en we hebben 15.000 keer de intro moeten opnemen, maar dat maakt allemaal niet uit. Ja, die komt vast nog ergens langs in een blooper reel of zo, ja. Ja, maar dat was wel een van de leukste momenten van het jaar, denk ik. Cool. Ja, voor mij ook zeker. Maar als ik dan toch ook nog een game momentje moet noemen... dan vond ik de stream die wij hadden voor Final Fantasy VII. En dat we die game gingen spelen en dat ik jou een beetje aan je handje vasthield... van oké, we gaan nu dit doen en we gaan nu dat checken. En dat jij ook echt een beetje een soort van die openbaring had van... wow, wat een vette game is het eigenlijk. Ja, en met de community die heel erg leuk meedeed toen en allemaal vragen stelde en allemaal Final Fantasy gerelateerde shit. Als fan werd ik daar extreem vrolijk van. Heb je nou ook een mooi game moment of je favoriete game moment van 2021? Drop die hieronder in de comments, want wij lezen alles. Want morgen en overmorgen is het kerst en hebben we toch niks beters te doen. En heb je ook niks beters te doen? Abonneer dan op dit kanaal, want morgen, overmorgen en nog het hele jaar komen we met dit soort video's speciaal voor jou.